Yo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. We zijn op vakantie, vakantievlogs. We gaan vandaag vertrekken vanuit Parijs naar Beaune. Dat is in de Bourgogne. Daar gaan we lekkere wijnen drinken en zo. En voor de rest hebben we nog niet heel veel plannen. Ik heb er wel zin in, dus ik ga jullie lekker meenemen. Eerst gaan we al onze spullen inpakken. En dan moeten we over een uurtje moeten we het hotel uit. En dan gaan we naar Beaune rijden. 3 uurtjes, 4 uurtjes rijden. That's what we do in Paris. We don't do Fashion Week. Fashion Week is for the last decade. It's not for us. Kijk, gewoon in Parijs helemaal, hè? Ik kom gewoon op je hand zitten. We zijn weer onderweg, zoals ik net aan het filmen was. We zijn net uit Parijs. Daan was zijn paspoort vergeten. Dus we moesten weer helemaal terug. Een uur verspild. Hij ligt nu hier knock the fuck out. Ik ga lekker editen, zodat de eerste weekvlog online komt. Dit is alweer nummer 2. Top and rain, this night feel insane. I'm up dodging raindrops on road in this rain. Nou jongens, we zijn in Beaune aangekomen. We hebben een appartementje. De view vanaf buiten. Je zit gewoon meteen bij de kerk. Ja, ik kan gewoon even gewoon een roomtour geven, toch? Ja, nou, we beginnen hier met een kast, hè? Dan hebben we hier de woonkamer, bank, stoelen. Dan heb je hier een eettafel. Dan hebben we een keuken. En we hebben ook een wasmachine wat super fijn is, want na het uitgaan was het vies geworden. We hebben een flesje crema Bourgogne gekregen. En dan gaan we naar boven toe. En dan hebben we... Zo. En dan hebben we boven hier de eerste kamer. Hier slapen papa en mama. Dan hebben we nog een kamer waar Daan slaapt. En dan kom je hier rechtdoor. En dan heb je hier... Ha, mijn kamer. Ik heb snel geclaimd. Ik ben meteen erheen gegaan. Dit is wel heel relaxed, want nu hebben we gewoon super veel ruimte. Nou, ik zat nog even achter de computer, maar de keukens hier gaan allemaal super snel dicht. Ik ga nu eventjes snel andere kleding aandoen en dan gaan we lekker eten. We weten nog niet waar, want het is een beetje lastig om te vinden allemaal. Maar we gaan gewoon ergens heen. Ik ga mijn nieuwe schoenen aantrekken. Jazeker. Ik ben echt zo blij mee. Ik ga jullie meenemen als we gaan eten. Woe! Dat is mooi hier, hè? We zijn naar buiten. We gaan op zoek naar een restaurant. We hebben allemaal zin in lekkere wijn, want we zijn nu in de Bourgogne. Kijk, dit is de kerk. Maar het is wel echt heel nice hier. Papa en Daan, die lopen al helemaal daar. Woe! Lekker eten! Ja, jongens, dit is wat het is, hè. Als we in de Bourgogne zijn, je ziet overal flessen wijn. En wij hebben ook zin in lekkere Chardonnay. Daan! Chardonnay, ja. Een treintje, die rijdt gewoon hier door. Wow, kijk. Zag je het treintje? Ik zag het treintje. Gaan we erin? Ja, we gaan ook een treintje. Hey, wow, hier is een model. Een model in de catwalk. Maurice even sturen. Dat was de vorige keer ook hier. Shoutout. Mm-hmm. Heel dik, hè? Echt, hè? Lekker. Niet sowieso niet zoals mij. Jij bent iets dikker. Oeh, lekker wijntje! Hé, hey Maurice. Heb jij niet, hè, op vakantie? Oei! Is 2018 ook, hè? Zo heeft hij. Hé, hey Maurice, kijk die vlek. Is het Bourgogne Premier Cru? Zullen we dat eerst doen? Zullen we eerst even kort de bord? Marmelade op afrika. Gebeurt. Echt? Ja. Soufflé. Hallo. Ik hou niet van kaas. Let op. En let's go. We gaan het gewoon eten, oké? Okay? It's a white chocolate. Outside and inside you have it's like ice cream or sorbet, so made with chartreuse. Ah, hoor. So. Très bien. Goedemorgen. Middag al. Ik heb vandaag uitgeslapen. Het is al 1 uur. Ik ben net klaar. We gaan eventjes lunchen. Ontbijt en lunch in één. Jongens, het is dus oprecht vandaag de eerste dag dat het lekker weer is. Dus Daan, ik heb een lekkere korte broek aangetrokken. Ik heb een veel te grote zonnebril op. Ik ben ook nog moe.
dus het komt goed uit. We zitten lekker op een terrasje. We gaan eten. Confit de canard, lekker, heerlijk. Dit is toch lekker. Jongens, we zijn dus sinds gisteren in Boon. Maar het is wel een grappig verhaal, want papa en ik die hadden de hele tijd het idee dat we naar een andere stad gingen. In deze stad is dus helemaal niks te doen. Dus we lopen hier nu gewoon. Kijk hoe leeg de straten zijn. Let op. Wij lopen hier, voor de rest is er niemand. Dus, dat was echt superleuk. En dan morgen wilden we eigenlijk naar Cassis gaan, aan het water. En daar kan je geen hotellen meer krijgen. Wacht met die krullen, precies. Zie je dat? Rechtdown. Ja. En ik loop hier ook gewoon rond alsof het echt 40 graden is in mijn hemdje en in mijn korte broek. Maar het is echt misschien net 24 graden, dus het is gewoon niet warm. We zitten gewoon bij ons om de hoek. Kijk hoe leuk het eruit ziet. Het is echt gewoon een binnentuintje, of nee, het is een voortuin soort van. En daar zitten gewoon heel veel mensen en daar kunnen ook wijnproeverijen gedaan worden en zo. Papa heeft wel zijn fles. Wil je hem zien? Ja? Wil je hem zien? Wil je hem zien? Ga hem niet open. Laat me zien. Nee, ik krijg hem niet open. We zitten in een restaurantje. Ik heb pasta pesto besteld. En Daan heeft tartare de bœuf. Jongens, ik had hier zoveel zin in. Ik weet dat ik in Frankrijk ben, maar ik had wel heel veel zin in pasta. Ik had hier ook heel veel zin in. Kijk maar. Lekker, hè? Laat in de comments wat je liever wil. Tartare de bœuf of een pasta pesto. Ik weet het wel. Ik weet zeker dat mijn pasta lekkerder was dan de tartare van Daan. Die van mij was lekkerder. En dan blijf je te zeggen tegen de camera. Jongens, hier komt het bericht van Jip. Deze is voor de serie vlog. Esso naar Bas. Esso naar iedereen. Jammer. Let op, hè. Dit zijn echt mooie schoenen voor papa, jongen. Niet normaal. Ik vond deze wel mooi, bruine. 790 euro ook nog. Goedemorgen, mensen. Het is alweer tijd om naar de volgende locatie te gaan vandaag. Wat ik daarbij dus ook ga doen, is hier de vlog afsluiten. En dan ga ik weer over naar de volgende vlog. Ik hoop dat jullie dit allemaal een leuke vlog vonden om te zien. Ik vond het in ieder geval wel leuk om hier te zijn in de Bourgogne. We hebben lekkere wijnen geproefd. Het stadje was natuurlijk wat rustiger. Maar hey, dat hoort er ook bij. Ja, tot in de volgende vlog. Ciao!